Helemaal, het is vandaag dinsdag en ik ga weer eens een dagje vloggen. Het is vandaag mijn eerste schooldag en ik heb les om 9:30. Ik kon eigenlijk echt heel lang uitslapen, maar ik ben al van 6 uur wakker. En dan sta ik op, doe ik mijn licht aan en zie ik echt de grootste spinnen ooit. Ik zag echt 2 spinnen in mijn kamer. Oh. En eentje heb ik zelf kunnen vermoorden, dat was zo'n kleintje, maar die andere was echt super groot. En ik heb gewoon aan een kotgenoot gevraagd om niet te vermoorden. Want ja, wat ik straks ga doen na de les is zo'n spray kopen voor tegenkruipende beesten. En hopelijk zijn er dan geen spinnen meer in mijn kamer, want ik heb ondertussen al die 2 dagen dat ik hier ben al 3 spinnen vermoord. En ik vind dat gewoon iets te veel, dus ik ga gewoon eventjes gaan kopen om dan hopelijk geen spinnen meer in mijn kamer te hebben. Voilà, ik ben ondertussen aangekleed. Mijn haar moet nog drogen, maar ik ga misschien straks met de haardroger erdoor. Maar dat weet ik nog niet. Ik ga zien hoeveel tijd ik nog heb. Maar ik ga jullie alvast mijn outfit laten zien. Zo, dit is mijn outfit. Het blouseje is van Clouds of Fashion. En dat hebben jullie ook al kunnen zien in mijn shoplog. En het heeft zo van die bloemen details en van die stipjes. Ik vind dat heel schattig. Dan heb ik gewoon een grijze broek. En schoenen heb ik nog niet aan. Ik heb gewoon ballerina kousjes. Maar ik denk dat ik deze botjes erop aan ga doen. Het is tijd om naar school te vertrekken. Ik ben terug van de les. Ik heb nu 2 vakken gehad. En nu heb ik middagpauze van 2 uur. Dus ik ben naar mijn kot gekomen, want ik wil een quiche maken. En ik heb ook net een mailtje verzonden voor een vrijstelling. Want ik heb hier net auteursrecht gehad. Maar ik vond dat het een beetje leek op de rechtsvakken die ik in handelswetenschappen heb gehad. En daarop was ik geslaagd. Dus ik heb net een mail gestuurd voor een vrijstelling aan te vragen. En ik hoop echt dat ik die vrijstelling krijg. Dus ik hoop dat ik die vrijstelling krijg. En anders ja, moet ik naar de les gaan. Maar ik heb ook net gezien dat mijn lessen van morgen wegvallen. Dus ik ga morgen video's filmen. Daar heb ik wel veel zin in. Ik heb een grote gorget van in de tuin. Ik heb eitjes, spek, mozzarella en vormpjes. En nu kan ik quiche beginnen maken. Ik heb de courgette in het kokend water gedaan. Ik ben nu de spek aan het bakken, zeg maar. Hier heb ik zo een mengsel van ei en dan heel veel kruiden. Mozzarella met in stukjes. Hier komt straks alles in en dan ben ik nu de oven aan het voorverwarmen. Zo zien de quiches eruit en nu gaan ze de oven in. Zo ziet de quiche eruit, maar ik heb geen idee of ze nu goed zijn of niet, dus ik ga eventjes proeven en dan zien of ze nog verder in de oven moeten of niet. De quiche was super lekker en nu ga ik naar de kruidvat en ga ik die anti-kruipende beesten spray gaan kopen, want ik wil echt morgen niet meer wakker worden met een grote spin. Oké, ik heb mijn kamer net ingespoten met die spray en ik hoop echt dat er geen spinnen meer komen. Ik heb het vooral zo, ja, hier achter dit hoekje gedaan, omdat daar zo, ja, een soort van spleet is, dus ik hoop dat die van daar komen. En ik heb het vooral, ja, aan het raamgedeelte gedaan, zeg maar. En ik hoop echt dat de spinnen nu wegblijven. En nu ga ik vertrekken naar Antwerpen, naar het Sleek event. Ik hoop dat jullie de vlog tot nu toe al leuk vonden. Op school kan ik niet zoveel filmen, maar het is raar om gewoon 3 maanden of zo terug les te hebben. Yeah.
Ik ben aangekomen op het Sleek Event en ze hebben ondertussen al mijn make-up gedaan en ook deze mooie lippen. En ze hebben echt heel leuke dingen voor de kerst en de feestperiode die ik aan jullie ga laten zien. Ik ben echt super enthousiast over de adventskalender van Sleek, maar ook over de shampoos van OGX. Ik ga het eventjes bij jullie laten zien, zodat jullie een beeld hebben van wat er deze kerstperiode gaat uitkomen. OGX brengt deze shampoo uit en dat is met champagne. En hier ben ik echt super benieuwd naar. Het lijkt me echt heel leuk om hiermee mijn haar te wassen en te verzorgen, zeg maar. En deze heb ik nog niet geroken, ik ga dat nu eens doen. Die ruikt echt naar de kerst. Het is echt een heel fijne geur voor de kerst. Dan kan je die andere eens ruiken. Die ruikt heel fruitig en zoet. Dus dat is ook een heel lekkere geur. Het leukste is denk ik wel de adventskalender. En ja, zoals jullie weten ben ik echt dol op kerst en alles wat ermee te maken heeft. En dus ook adventskalenders. En dit is de kleine versie. En hier, dit is ook verkrijgbaar, de matte me en dan de metallic. Dus heel leuk. Ik ben Fanny tegengekomen. Hi! Ja! Ze heeft ook een YouTube-kanaal, ik zal dat hieronder linken. Ze maakt echt heel leuke vlogs en ook andere video's. Ja. Ja, vanavond. Je ziet fashion. En vooral op Instagram maak ik echt heel veel foto's van outfits. Zeker eens gaan bekijken. Hoe schattig zijn deze cupcakes? Echt heel erg mooi. Zo, ik ben ondertussen terug op pot en ik ga jullie nog de goodiebag laten zien. Dit is wat in de goodiebag zat. Allereerst shampoo van OGX die heel erg zoet is. Dan een metallic lipstick, nieuwe highlighter palet, wimpertjes en plaknagels die er heel mooi uitzien. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Het was vandaag mijn eerste schooldag. En dan ben ik nog naar een heel leuk event geweest. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren. En ik zie jullie in de volgende video. Dag!